Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Dit keer is het een shoplog en in deze shoplog heb ik aanbeelden, close-ups, prijzen komen hier in beeld staan, dus allemaal lekker duidelijk. En het is niet alleen maar een shoplog van kleding, maar ook nog boeken, accessoires, andere kleine dingetjes wat jullie allemaal vanzelf gaan zien. Dus alvast veel kijkplezier. Ik kwam vorige week op Instagram een foto tegen van een soort van jumpsuit die ik echt super leuk vond en die wilde ik heel graag nog bestellen voordat ik op vakantie ging. Dus dat had ik gedaan en ik had er nog twee dingetjes bij besteld. Anders vond ik het een beetje zonde, weet je wel. Dus als eerste had ik dingen besteld bij de Bershka. In deze envelop kwam het aan. Lekker groot. Zo, ik had het even zo opgehangen. Misschien ook een goede tip als je te weinig kledingruimte hebt in je kledingkast. Hang het zo aan elkaar. Past er meer in. Ik zal even beginnen met deze grote die jullie als eerste zien. En dit was ook degene die ik op Instagram zag. En ja, ik dacht eigenlijk dat hij zwarte strepen had. Maar ze zijn donkerblauw. Maar dat is misschien eigenlijk nog wel veel leuker. En hij is een beetje wijde pijpen. Off the shoulder is het. Ik kan niet zo goed zien, maar in het aanbeeld zie je het een stuk beter. Lekker, ja, luchtig ook. Lekker zomers. Ik hou ervan. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dan als tweede zag ik dit shirtje. Hij is zwart. Hij heeft een soort van, ja, zo'n flap hier, zo'n, hoe noem je het, zo'n frut, ja, niet een frutseltje, weet ik veel. En hier in de hals, als je goed kijkt, zit er een soort V'tje. Ja, ik vond het wel iets speciaals geven. Hij is niet heel erg lang, dus ik doe er wel een high-waisted broek bij, want ja, ik hoef niet echt mijn buik te showen. Maar ik vind hem wel erg leuk. Dan nog het derde dingetje waar ik wel een beetje over twijfelde. Dit is een soort van topje of bralette. En dit ga ik echt niet zomaar dragen als normaal t-shirt boven een broek hoor. Want dat zou veel te kort zijn. Maar ja, ik had niet verwacht dat hij velvet zou zijn. Hij voelt wel super zacht en ik vind het eigenlijk wel grappig. Hij zit ook heel erg lekker. Dus dit is gewoon lekker voor een keertje thuis of onder een leuk shirtje. Maar dat je het dan niet te erg ziet of zo. Ja, ik wil het gewoon een keertje proberen. En ik vind het wel leuk. Wow, dat ziet er grappig uit. Dan twee dingen van de H&M, want ik had nog zo'n kortingsbonnetje voor als je oude kleding hebt ingeleverd. Goede tip trouwens, dan krijg je gewoon korting op je nieuwe kleding. En dit is een shirtje, die had ik samen gekocht met een vriendin, die ook volgende week in een video komt. Een throwback tag, weten jullie dat alvast, echt heel grappig geworden. Opmerkingen, oude foto's die naar mij uitlachen, geweldig. Maar dit shirtje, ja, is een beetje poefje bij de mouw dan. En dus ook off the shoulder. Je zal het beter zien in het aanbeeld. Hij is ook best wel kort, dus er moet wel een high-waisted broek bij. Leuk voor de zomer, maar je kan hem ook nog in de nawinter dragen. Nawinter, nazomer, grapje. Want ja, hij is zwart en hij is niet al te koud. Dus dat kan gewoon. Dan een tasje, want ik zocht nog een soort van clutch-achtig iets. Want die ging toen naar de bruiloft en de première van 100% Coco. En daarvoor had ik nog een klein tasje nodig. Alleen ik vond deze eigenlijk wel heel erg schattig. Ja, past net aan. Een paar spulletjes in mijn camera, telefoon, lippenbalsem, sleuteltjes. En ja, helemaal prima. Ik vond hem wel schattig. Een keertje anders, zilver. Ik vond hem leuk. Dan heb ik een blouseje van de Costes. En nu ik dit zo bekijk, dit is alweer zwart. Terwijl dit een shoplog is die in de zomer komt. En die ik in de zomer opneem. Helemaal mooi. Jullie zien het zo zwart als mijn ziel. Nee, oké, dat is niet waar. Ik weg best wel veel. Ja, kijk even naar mijn kast. Best wel veel kleurtjes in mijn kast. Dus een keer zwarte dingetjes kunnen ook wel. Dit is dus een zwart blouseje met trompetmouwen. En hier hou je van. Of dit haat je. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Hou jij van deze trompetmouwen of haat je het echt? Vind je het leuk of niet? Stem eventjes hierboven. In de bol. Dan had ik ook nog een broek gekocht bij de Costes. En deze is best wel apart. En het komt niet zo door het licht, maar je ziet het goed. Het zijn, ja, twee kleuren eigenlijk. Dit is een broek waar een soort van streep door het midden zit. Waar je een lichte broek hebt en een donkere. En de pijpen zijn ook, ja, een stukje eraf en een beetje rafelig. Ik vond het eigenlijk wel een keertje heel erg gaaf. Ik hou niet zo van de broeken met gaten erin. Dus ja, dacht ik ook, oh my god. Dus ik dacht, ik wil ook een keertje een andere speciale broek. En ik vond deze wel heel erg leuk. En volgens mij was die ook nog in de aanbieding. Dat waren de echte kledingstukken. En nu zijn er nog wat accessoires en dingetjes. Ik had namelijk, ja, dit is eten. Misschien niet helemaal bijpasselijk, maar ik vond het wel heel erg leuk om te delen. Want deze had ik gewoon gekocht in de supermarkt. Voor de Gummy VS Real video. Die is super vaak bekeken trouwens ook. Echt zo leuk. Heel erg bedankt daarvoor. Als je via die video op mijn kanaal bent gekomen, laat even weten in de reacties. Vind ik wel leuk om te horen. Alleen, dit zijn dus meloensnoepjes. En ja, ze zijn wel super zoet. En ik hou niet van heel erg zoet. Maar bij deze dingetjes vond ik het eigenlijk wel een keertje lekker. Dus als je houdt van meloensmaak, koop deze snoepjes dan. Echt, ja.
ik ging pas met school naar Amsterdam. En toen ben ik ook eventjes langs de Brandy Melville gegaan. Want daar was ik eigenlijk nog nooit geweest. We hadden niet zo heel veel tijd, dus ik heb niet echt kleding gepast. Maar ik heb wel twee dingen gekocht. Als eerste deze oorbelletjes. Die heb ik ook gedragen op de bruiloft. En ze zijn echt super schattig. Ja, het bestaat uit twee delen en het is een keertje heel anders en speciaal of zo. Het was ook niet eens zo heel erg duur, dus ik dacht, ik draag niet zo vaak oorbellen. Laat ik deze maar gewoon een keertje meenemen. Ik vind ze heel erg mooi. En ook nog deze scrunchie, want ja, dit is een soort van haarelastiekje. Alleen, omdat mijn haar nu weer wat korter is geknipt, krijg ik echt zo'n, ja, zo'n dotje als ik dit in doe. Dus dat ziet er niet zo goed uit. Maar ja, wie weet kan ik hem ooit later nog gebruiken. Ik vond het wel grappig. Toen ging ik pas ook nog met mijn moeder en mijn oma naar het tuincentrum. En daar heb ik dit plantje gekocht. Misschien niet al te interessant, maar ik vond het wel een zo'n schattig plantje dat ik het even wilde laten zien. Potje heb ik zelf erbij gekozen. Steentjes laten vullen. En ja, leuke nieuwe decoratie voor in mijn kamer. Misschien zal het zelfs hier leuk staan. Maar ja, het wordt een beetje druk. Ik vraag me eigenlijk af, wat vinden jullie van mijn... ja, van mijn setting hier ook. Vinden jullie het eigenlijk leuk zo? Of is het al te lang zo? Moet ik het een keertje veranderen? En wat moet ik dan anders doen? Laat het even beneden weten in de reacties. En stem eventjes hierboven in de poll. Dan ga ik deze zomer ook nog op vakantie. En ik lees eigenlijk altijd wel boeken op vakantie. Vind ik wel heel erg leuk. En ik heb twee boeken gekocht bij de Bruna. Deze was in de aanbieding. En ik vond hem er wel heel erg leuk uitzien. Want hier heb je ook een film van. Ja, grappig boek. Ik ben benieuwd hoe die gaat zijn. Dat kunnen jullie wel zien in mijn vlogs. Want ik ga, als ik op vakantie ga, ook vlogs maken. Elke dag 2 minuten. Dat is een uitdaging. Lekker snel, leuk muziekje. Sfeer gaan jullie daar proeven. Dus kort maar krachtige dagvlogs krijgen jullie binnenkort te zien. En nog een ander boekje. Deze is wel heel erg speciaal. Hij is echt heel erg klein. Alleen, dit is eigenlijk een groot boek in een mini-versie. Heel erg makkelijk om mee te nemen. En natuurlijk een stuk lichter. Handig om te lezen. Ik wil het wel een keertje proberen of dit me eigenlijk beviel. En het boek wilde ik al heel erg lang lezen. Dus ik ben benieuwd. Dan als laatste nog 2 dingetjes die ik niet zelf heb gekocht. Dan als eerste dit enkelbandje. Hij is niet gesponsord. Ik krijg er geen geld voor. Helemaal niks. Dat is gewoon mijn eigen mening. Maar dit enkelbandje had ik gewonnen bij een BNActie op Instagram. Van een heel erg leuk account die allemaal van die leuke zomerse sieraden maken. En ik dacht, laat ik het even benoemen in mijn video. Want ik vond het eigenlijk wel hele leuke sieraden. En misschien vinden jullie het ook wel heel erg leuk. Het worden ook gemaakt door 2 hele lieve meiden. Ik heb wel eens livestreams gezien. Dus dat Instagram account zal ik even hier zetten. En hier een plaatje. Dan kunnen jullie daar even kijken als jullie dat willen. Heel leuk, mooi enkelbandje dus. Dank jullie wel. En als laatste een toilettas. En deze heb ik niet van zomaar iemand gekregen. Maar deze heb ik van Mila gekregen. Zij ging naar New York en heeft ook hele leuke vlogs gemaakt. Dus als je daar toevallig benieuwd naar bent, moet je even kijken in de beschrijving. Ik zal even een linkje zetten naar haar afspeellijst met New York vlogs. Want dat is echt heel erg leuk om te zien. Ook al ben je er zelf nog nooit geweest. Of ga je er naartoe ter inspiratie of zo. En dit is een toilettas. Die komt van de Victoria's Secret. Echt heel erg gaaf. Hier zat ook de skyline van New York. Hele handige toilettas. Heel erg leuk. Super bedankt, Mila. Nou, dan denk ik dat dit de video was. Laat me weten wat je van mijn setting hier vindt. En wat er anders zou moeten. Rustiger, drukker, andere soort dingen. Vernieuwing. Laat het me even weten in de reacties. En ik hoop dat jullie het verder ook leuk vonden met alle aanbeelden. Want het kost natuurlijk wel even wat meer moeite. Maar ja, dat heb ik ervoor over. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus dan zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren, te stemmen in de poll. En dan tot de volgende keer. Doei doei!